Welkom bij het eerste filmpje over het eindexamenonderwerp De Republiek in een tijd van Vorsten. Dat onderwerp is ingedeeld in vier periodes en ons boekje kent dan ook vier hoofdstukken. Uh, in ieder hoofdstuk gaat het over uh, de politiek, de religie en de economie in zowel Engeland, Frankrijk als de Nederlanden. En uh, nou ja, zullen per filmpje zal ik, een, uh, zal ik gaan kijken naar de politiek in die drie gebieden, of de religie in die drie gebieden, of de economie. In die drie gebieden. En begin dus met de politiek. Uh, voordat we naar de, die drie landen gaan kijken, eerst even een kort algemeen verhaaltje. Dat begint in uh, de middeleeuwen, het verhaal over de toenemende centralisatie. Vanaf het jaar 1000 zien wij namelijk dat uh, de handel en de nijverheid toeneemt in Europa. Het wordt weer veiliger in Europa, uh, de landbouwopbrengsten nemen toe en dat zorgt ervoor dat er weer meer gehandeld wordt en dat er weer meer producten gemaakt worden. Vooral door die toename van die handel komt er ook iets anders opnieuw opzetten en dat is de geldeconomie. Steeds meer mensen gaan weer geld gebruiken. En in politiek opzicht is dat heel belangrijk voor de vorsten, de koningen, want zij kunnen nu belasting gaan heffen. Tot het jaar duizend hadden die vorsten in het feodale stelsel hun macht moeten verdelen en hadden ze heel veel macht af moeten staan aan hun edellieden. Nu konden ze door middel van het gebruik, gebruik te maken van belasting hun macht eigenlijk weer terug gaan pakken. Want voor het jaar duizend moesten koningen, eh, als ze oorlog wilden voeren, aan edellieden vragen of die soldaten wilden leveren. Maar nu konden ze door middel van belastinggeld een eigen leger inhuren. En voor het jaar duizend in dat feodale stelsel eh, hielden de edellieden hielden toezicht in een bepaald gedeelte van het land. Nu kon de koning met belastinggeld ambtenaren aanstellen die namens hem de boel in de gaten hielden en die de wetten uitvoerden. En dit verhaal past bij centralisatie. Centralisatie is het overbrengen van de overheidsmacht van lokale en regionale besturen naar een centrale regering. Oftewel, de koning pakt de macht eigenlijk weer terug van de adel en ook van de steden die uh, steeds zelfstandiger waren geworden in de middeleeuwen. En de koning probeert er dus voor te zorgen bij centralisatie, dat hij vanuit één punt zijn rijk kan besturen en dat overal in zijn rijk zijn wil wet is. Dat overal dezelfde regels gelden dus. Nou ja, dit is een heel algemeen verhaaltje. Nu even kijken of er in die drie landen, of daar ook sprake is van centralisatie. En we beginnen in Engeland. Is er in Engeland sprake van centralisatie? Jazeker, Engeland is misschien wel het eerste gecentraliseerde land in Europa. En dat uh, vindt al plaats uh, vanaf het jaar 1066. Maar ons onderwerp begint pas in de 15e eeuw. En uh, tussen 1066 en 1477, als ons onderwerp begint, gebeurt er een heleboel. Uh, de koningen proberen hun macht te versterken, maar er zijn regelmatig burgeroorlogen. En Engeland is sowieso regelmatig in grote oorlogen verwikkeld. Dus op een gegeven moment komt koning Hendrik VII aan de macht. En hij gaat opnieuw proberen. Om de macht van de koning uit te breiden. Om centralisatie door te voeren. Lukt hem dat? Ja, dat lukt hem wel degelijk. Hendrik uh, begint een uh, proces van centralisatie. waardoor er steeds meer macht bij de koning komt te liggen. Zo stelt hij een koninklijk leger in. En zo stelt hij ook een koninklijke rechtbank in. Voortaan heeft de koning dus het laatste woord in de rechtspraak in Engeland. En zowel het leger als de rechtspraak. Uh, daar op, op allebei de gebieden wordt de koning dus minder afhankelijk van de adel. En die adel gebruikt hij nog wel, maar dan niet de hoge adel, maar juist de lage adel. Die laat hij als een soort ambtenaren gedeeltes van zijn rijk besturen. Maar die lage edellieden die moeten wel naar de koning luisteren. Nou, Hendrik VII begint hiermee. En uh, bij zijn opvolgers, Hendrik de VIII en de zoon daarvan, Edward VI, wordt dit proces alleen maar verder doorgevoerd en groeit dus de macht van de koning. Wat is het gevolg van dit hele proces? Nou ja, de macht van de hoge adel, die uh, altijd verantwoordelijk waren of in ieder geval belangrijk waren bij het opstellen van een leger en die een uh, grote vinger in de pap hadden bij de rechtspraak, Ja, die macht van de uh, die hoge adel die neemt af. En hetzelfde geldt voor de macht van de steden. Die hadden gedurende de middeleeuwen grote zelfstandigheid verworven. En nu zien we dus bij allebei dat hun macht afneemt. Kan die koning dan zomaar alles in zijn eentje beslissen? Nee, dat kon in Engeland niet. Want al vanaf de 12e eeuw had het parlement veel invloed in Engeland. En het parlement is de volksvertegenwoordiging. En de koning kon nooit zomaar een nieuwe centrale belasting invoeren. En hij kon nooit zomaar een nieuwe oorlog starten. Daarover moest hij altijd overleggen met het parlement. Nou, wie zitten er in dat Engelse parlement? Dat Engelse parlement bestond toen en nu nog steeds uit twee huizen. Het hoge huis waarin vertegenwoordigers van de hoge adel zitten. En het lage huis waarin vertegenwoordigers van de lage adel en de steden zitten. En de conclusie van deze dia is dus dat de Engelse koningen... Uh, de macht naar zich toe weet te trekken, maar dat ze geen absolute macht hebben. Ze moeten wel overleggen met de volksvertegenwoordiging, het parlement. Gaan we door naar Frankrijk? Is er daar sprake van centralisatie? Ja, ook daar zien we uh, gedurende de middeleeuwen dat de koningen steeds meer macht krijgen. En de eerste koning die voor ons van belang is, voor ons onderwerp, is uh, koning Lodewijk XI. Die regeert van 1461 tot 1483, zoals je ziet. En ja, dan begint dus ook ons boekje. Nogmaals, dat begint in 1477. En uh, die Lodewijk XI de maakte deel uit van de familie Valois, die uh, gedurende de middeleeuwen steeds meer gebieden in Frankrijk in bezit nam. En op het kaartje linksonder zie je uh, de groene gebieden. Dat zijn alle bezittingen van Lodewijk XI in 1461, als hij dus koning wordt. En in de jaren daarvoor, in de eeuwen daarvoor, moet ik eigenlijk zeggen, had zijn familie dus steeds meer gebieden in Frankrijk in handen gekregen. Nou, hoe doe je zoiets? Je kunt gebieden veroveren. Je kunt natuurlijk ook trouwen met een lid van een familie dat ook een bepaald gebied in handen heeft. En uh, soms werd er door middel van een erfenis ook een gebied afgestaan aan die familie. En zo werd het grondgebied van de familie van Lodewijk XI dus steeds verder uitgebreid. En Lodewijk XI ging daarmee door. Hij wilde graag heel Frankrijk onder zijn macht krijgen. En daarvoor was centralisatie nodig. En Lodewijk XI zorgde ervoor dat er veel macht bij de koning kwam te liggen. Net als in Engeland stelde ook hij een koninklijk leger in, zodat hij niet meer afhankelijk was van edellieden die hem soldaten moesten leveren. En net als in Engeland had ook de Franse koning het laatste woord in de rechtspraak. Er kwam een koninklijke rechtbank. Maar de Franse koningen hadden veel meer macht dan de Engelse koningen. De Engelse koningen waren gebonden aan het parlement, die moesten altijd overleggen. De Franse koningen kregen vanaf Lodewijk XI absolute macht. En absolute macht wil zeggen dat uh, de koning niet gebonden is aan een of ander bestuursorgaan. Heel simpel gezegd kan de koning dus alles in zijn eentje beslissen zonder naar anderen te luisteren. Dat is hoe het koningschap in Frankrijk in werd gericht. Maar dat is hoe het op papier werd ingericht, in theorie. Want in de praktijk hielden de adel en de geestelijkheid veel van hun oude middeleeuwse feodale rechten. De koning kon wel proberen om die rechten in te perken of af te pakken, maar dan was de kans groot dat er weer een nieuwe burgeroorlog of opstand zou komen. En daarom liet hij het maar zo. Dus in theorie heeft de koning heel veel te zeggen, of eigenlijk alles te zeggen in Frankrijk. In de praktijk moet hij wel degelijk rekening houden met de rechten die de adel en de geestelijkheid al hadden. Ja, en die versterking van die absolute macht van de koning, die werd onder de opvolgers van Lodewijk XI alleen maar doorgezet. En er zijn er twee die, dan, die ik dan even in het bijzonder moet noemen. Dat zijn Frans I en Hendrik II, die ook allebei in ons boekje terug ziet komen. En we zullen ze later in dit hoofdstuk ook nog voorbij zien komen. Hebben ze in Frankrijk dan niet net als in Engeland een volksvertegenwoordiging? Uh, jawel, dat hebben ze wel degelijk, maar uh, dat heet niet het parlement, maar de staten-generaal. En die staten-generaal had, in tegenstelling tot het Engelse parlement, juist heel weinig invloed. De koning uh, had absolute macht, dus hij hoefde de staten-generaal niet eens bijeen te roepen als hij uh, bijvoorbeeld de belasting wilde verhogen. En ja, wie zaten er dan in die staten-generaal? Even voor het overzicht. Daar zaten vertegenwoordigers in van de drie standen: de geestelijkheid, de adel en de derde stand, de boeren en de burgers. Oké, okay, dus net als in Engeland vindt er in Frankrijk centralisatie plaats. Krijgt de koning steeds meer macht? Gaan in een steeds groter gebied de regels van de koning gelden? Maar in tegenstelling tot Engeland gaat de macht van de koning in Frankrijk veel verder. Hier heeft de volksvertegenwoordiging, in dit geval de Staten-Generaal, dus weinig te zeggen. Gaan we door naar de Nederlanden. Hoe zit het daar dan? Is er daar sprake van centralisatie? Het antwoord is nee. Als je op het kaartje gaat kijken linksonder, dan zie je daar de Nederlandse gewesten rond 1350 staan. 17 gewesten die het tegenwoordige eh, Nederland en België vormen. En die gewesten hadden allemaal eigen regels en wetten. En daar waren ze trots op en daar hielden ze zich aan vast. En de gewesten hadden dan ook grote zelfstandigheid. En daar probeerden allerlei vorsten, die door de baas waren, officieel over de Nederlanden iets aan te doen, maar dat lukte nauwelijks. En in de 15e eeuw krijgt de familie van de Bourgondiërs steeds meer Nederlandse gewesten in handen. En uiteindelijk krijgen ze zelfs alle 17 gewesten in handen. En wat ze dan gaan doen is proberen om eh, toch hun macht door te drukken. Zij gaan proberen om hier eh, centralisatie door te voeren. Wat doen ze daarvoor? Nou ja, als je een centraal beleid wil, dan zul je in ieder geval een hoofdstad moeten hebben. En zij bouwen een groot hertogelijk paleis in Brussel. Brussel wordt de hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden. In Brussel wordt ook een grote raad opgericht. Een soort tegenhanger van die koninklijke rechtbanken die we eerder zagen in Engeland en Frankrijk. Ook voerden de Bourgondiërs een centrale rekenkamer in, waarbij dus alle geldzaken voor dat Bourgondische Rijk, voor die Burgondische Nederlanden, werden geregeld. Dat moest dus voortaan ook centraal gebeuren, vonden zij. En in ieder gewest werd er een stadhouder aangesteld. En een stadhouder was een plaatsvervanger van de Bourgondische vorst in een bepaald gewest. Hij moest daar namens de vorst toezicht houden. En uh, een stadhouder heeft dus niets met een stad te maken, maar juist alles met een gewest. Hij is daar de plaatsvervanger. En als je naar het Engels of naar het Duits gaat kijken, dan blijkt dat ook nog wel uit de naam. Plaatsvervanger. In het Engels spreken we over instead, in plaats van. Of het Duits spreekt nog korter over stad, in plaats van. En een stadhouder is dus een plaatsvervanger van een vorst in een bepaald gebied, in een gewest in dit geval. En ook hier was sprake van de Staten Generaal. Daar uh, moest de vorst afspraken mee maken als hij bijvoorbeeld uh, nieuwe belastingen in wilde voeren. Nou ja, wie zat er dan in de Nederlanden in die Staten Generaal? Als al die gewesten toch zo graag zo zelfstandig mogelijk willen zijn, waarom was er dan toch een soort volksvertegenwoordiging? Nou ja, ieder gewest had ei een eigen bestuur, de gewestelijke staten, en in die Staten Generaal kwamen per gewest een aantal vertegenwoordigers bij elkaar. En dat waren geestelijke, edelieden of vertegenwoordigers van de steden in een bepaald gewest. Oké, okay, dit is allemaal nog voordat ons boekje begint. Voor 1477 dus. Het belangrijkste dat je hiervan moet onthouden, die grote zelfstandigheid van de gewesten. In de Nederlanden hield men niet zo van centralisatie, maar er werden dus wel allerlei pogingen gedaan om dat voor elkaar te krijgen. In 1477, als ons boekje begint, en daarom begint het ook op dat moment, komen de Bourgondische Nederlanden in handen van de Habsburgers. En dat is een andere grote, machtige Europese familie uit de 15e eeuw. Even heel kort hoe dat dan in zijn werk gaat. Uh, de laatste Bourgondische hertog uh, die sterft, maar hij laat geen zoon na, alleen een dochter, Maria van Bourgondië. En zij wordt de nieuwe hertogin uh, van Bourgondië. Alleen je ziet al aan de data, zij regeert maar heel kort. Want zij trouwt al heel snel met Maximiliaan van Habsburg. En op dat moment worden de Habsburgers eigenlijk de baas in de Nederlanden. De Habsburgers, dat is familie uit het, uit het midden van Europa eigenlijk. Je moet dan aan het ja, tegenwoordige Oostenrijk en Duitsland denken, waar ze vooral invloed hadden. Maar die Habsburgers wisten dus door slim te trouwen en door hier en daar gebieden te veroveren, steeds meer macht te krijgen. En zo kregen ze dus onder andere ook de Nederlanden in handen. Die Maria en die Maximiliaan die kregen een zoon. Dat was Philips. Philips de Schone werd hij genoemd. En dat werd de nieuwe landsheer van de Nederlanden. En hij was dus een Habsburger eigenlijk. Philips die trouwt op een gegeven moment met Johanna van Castilië, een van de belangrijkste gebieden in Spanje. En zo krijgen de Habsburgers ook invloed in Spanje. En de zoon van uh, Philips en Johanna, die ken je misschien wel. Uh, die zijn we veel vaker tegengekomen in de geschiedenis. Dat is Karel V. En dat was dus een, uh, een Habsburger. Maar wij noemen hem in de lessen meestal een Spanjaard. Want dat is ook het land waar, uh, waarvan we weten dat de Nederlanders op een gegeven moment tegen in opstand gaan komen. Dat zijn de Nederlanders tegen de Spanjaarden. En Karel V, die is dus uh, vooral ook een Spaanse koning, want hier zien we de gebieden die hij allemaal in handen gaat krijgen in Europa. Alle gebieden binnen de rode lijnen, daarvan wordt hij de baas. En hij krijgt dus, uh, zoals je links onder ziet, Spanje in handen. Hij wordt dus de baas over het Duitse Rijk, gebieden in uh, Italië en zelfs Noord-Afrika. En hij wordt dus de nieuwe landseer van uh, de Nederlanden. Maar ja, hoe ga je zo'n rijk besturen als dat zo groot is en zo verspreid is? Dat kan niet. En Karel V moest dus ook een oplossing uh, daarvoor vinden. En um, hoe deed hij dat dan in de Nederlanden? Nou ja, hij respecteerde aan de ene kant wel uh, dat die Nederlanden dat dat een apart gebied was. Dat dat niet zomaar bij het Duitse Rijk bijvoorbeeld hoorde. Dus hij zei er moet ook een apart bestuur voor komen. En hij probeerde wel dat bestuur te centraliseren. Wat deed hij? Hij uh, liet het dagelijks bestuur van de Nederlanden liet over aan een landvoogd. Of beter gezegd, landvoogdes. Want het was, uh, zeker onder zijn bewind, een vrouw. En uh, die moest namens de koning moest dus het land uh, besturen. En die landvoogdes die stelde ook weer in ieder gewest, net als de Bourgondiërs hadden gedaan, een stadhouder aan. Die namens de landvoogd en dus namens Karel V. Uh, toezicht moest houden in dat gewest. En die stadhouder was altijd een van de hoogste edellieden in het gewest. Daarnaast trof Karel V ook andere maatregelen om tot centralisatie te komen. Hij stelde in 1531 een aantal centrale bestuursraden in. Uh, zoals de Raad van Financiën, de Raad van Staten en de Geheime Raad. Uh, de Raad van uh, Financiën, nou ja, je ziet het al aan het plaatje en aan de naam. Uh, dat ging over uh, de algemene geldzaken in de Nederlanden. Dat moest steeds meer vanuit Brussel geregeld worden, want Brussel bleef de hoofdstad. De Raad van Staten, dat is een begrip, eh, vandaar dat ik hem ook eh, dik gedrukt heb. De Raad van Staten, daarin zaten de hoogste edellieden uit de Nederlanden en die moesten de koning advies geven als hij daarom vroeg. En dan had je als laatste nog een instituut met een beetje een mysterieuze naam, de Geheime Raad. Eh, daarin zaten hoge ambtenaren en rechtsgeleerden en die, ja, die stelden wetten op en die hielden toezicht op de gewestelijke en de lokale besturen. En deze drie bestuursraden die probeerden steeds meer macht weg te pakken bij die gewesten. Geldzaken moesten dus via die raad van financiën geregeld worden bijvoorbeeld en dat mocht een gewest steeds minder zelf uitzoeken. Maar goed, al dit soort centraliserende maatregelen die kostte geld. Dus er moesten ook centrale belastingen komen, vond Karel V. Zo kwam er een belasting van 10% op onroerende goederen. Als je land in bezit had of een eigen huis had, dan moest je daar 10% belasting over betalen. En bovendien voerde Karel de Vijfde allerlei accijns in. Verbruiksbelastingen op bepaalde producten zoals bijvoorbeeld bier. Als jij bier kocht, dan ging er een klein percentage van dat bedrag dat je betaalde ging naar de centrale schatkist toe in Brussel. Waren de Nederlanders hier blij mee? Nee, want we hadden al gezien dat ze niet van centralisatie hielden. Die gewesten die hielden het liefst hun zelfstandigheid. En uh, daarom was het ook belangrijk voor hen dat de Staten generaal bleef bestaan. Die volksvertegenwoordiging, waarin die vertegenwoordigers van de gewestelijke staten zaten, die bleef dus invloed op het bestuur houden. Nou, dit beleid van centralisatie wordt door Karel V op gang gebracht. En uh, onder zijn zoon uh, Philips II, die uiteindelijk de nieuwe landsheer van de Nederlanden zal worden, wordt die centralisatie alleen maar verder doorgevoerd. De vraag is natuurlijk wat men daar in de Nederlanden van vindt.